weer terug naar de RVD-zaal, naar premier Kok. Hoe hebt u de afgelopen dagen ervaren? Als buitengewoon ingrijpend en moeilijk ook voor mezelf. Niet omdat ik niet durf beslissen, omdat ik geen beslisser zou zijn, maar wel omdat dit een beslissing is met zeer zwaarwegende consequenties. Voor mezelf, ook voor het kabinet. Maar ik heb uiteindelijk dan toch het zwaarst laten wegen wat ik ook heb tot uitdrukking gebracht. Namelijk verantwoordelijkheid nemen voor iets. Een geheel scala van gebeurtenissen over een gehele periode, waar ook uiteenlopende kabinetten natuurlijk een belangrijke verantwoordelijkheid droegen. Of dragen als het om het huidige kabinet gaat. Maar daar toch verantwoordelijkheid aan verbinden. Omdat ik vind, maar ik heb dat allemaal gezegd, dat ook geen verwijzing naar met een verwijzing naar de internationale gemeenschap waarvan we deel zijn ook niet kan worden volstaan. Die verwijzing is wel terecht, maar niet voldoende, afdoend, om een alomvattend antwoord te geven. Radio 1 en dan RTL. Wie het NIOT rapport heeft gelezen en dat ook probeert tot zich te laten doordringen, ook in al zijn... je probeert dat van een beknopte typering te voorzien, dan geeft het NIOT rapport aan dat er toch heel wat anders en beter had gekund. Natuurlijk altijd met het voordeel van de terugblik. Dat is iets anders dan dat je dus jezelf verplaatsend in de omstandigheden van toen zegt, dat had bijvoorbeeld ik persoonlijk beter of anders kunnen doen. Dat is niet de vraag. De vraag is of je die terugblik van het NIOT serieus neemt en ook op de eigen verantwoordelijkheid betrekt. En daarop heb ik een antwoord gegeven. Well, I think it's a good thing. I think so much happened in Srebrenica that it needs a big answer. A big answer, and this is a big answer to it. So I think it's a good thing for the government to resign. Government. I think it's very sad, but I feel that it's correct. I feel that it is important to take responsibility for what happened. I feel they did the right thing. It's very sad. I don't know how it's going to affect Evria with the coming election, but I feel they made the right decision. I think it was the right thing today for the Dutch government to resign. 57% of the people agreed with this decision. That's my personal opinion. Thank you.